Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier vanuit Thailand. Ik ben met Richie. Hallo mensen. Ja, maar we gaan vandaag een leuke video maken. We gaan namelijk naar de bekendste winkel hier in Azië, namelijk de 7-Eleven. Maar we moeten nog wel een klein stukje lopen. Ik zal jullie even het uitzicht laten zien. Kijk, dit zijn de straten. Super gezellig. Het is niet zo ver lopen, het is ongeveer 4 minuten lopen. En dan zijn we er. In de buurt. Je hebt hier zelfs een tourist police station. Dit is gewoon een politiebureau voor toeristen. En als het goed is, ja, ik zie de 7-Eleven. Ik zie hem ook. Maar het is wel echt druk hier in deze straat. Je ziet heel veel motoren, heel veel auto's rondrijden. Kijk. Het is gaande op de blok. En op het moment is de vrachtwagen ook aangekomen. Die is de vracht aan het vullen. Kijk hier, op zijn rug. Soldaat. Zag je hoe die al die blikjes naar binnen bracht? Ja, maar besef je nou even hoe ze heel die vrachtwagen gaan uitladen. Dat is toch gek eigenlijk, hoe zwaar dat is. Ja, dat is niet normaal. En ik ben benieuwd of jij naar de binnen durft te gaan. Ja, er is een hond binnen. Richie, ga je gewoon naar binnen? Ja toch? Daar gaan we dan, jongen. Hij deed gelukkig niks. En we zijn binnen. Zo ziet de winkel eruit van binnen. En nu gaan we even kijken wat we allemaal gaan halen. Oké, Richie, het eerste waarmee we moeten beginnen is een mandje scoren. Ik zie daar al iets, want er is best wel veel te halen hier. Ik moet wel zeggen, we zijn op het moment op het eiland Koh Samui in Thailand. We zijn dus niet in Bangkok of een andere grote stad. Dus deze 7-Eleven valt ook wel mee qua hoe groot die is. Ik heb grotere 7-Eleven stores gezien. En Richie heeft zijn mandje gepakt. Ik zou zeggen, laten we beginnen met de chips. Hey. Ik zie hier al super veel chips. Genoeg keus. Welke chips trekt jou nu al aan? Ik zal het even aan jullie laten zien, wat wij zien. Kijk, je ziet zoveel verschillende dingen. Welke gaan we proberen? Welke gaan we proberen? Je hebt zoveel keus hier. Op zich valt wel mee hoeveel keuze je hebt, maar als in, er zijn gewoon dingen die wij in Nederland niet kennen. Dat kennen we allemaal niet, zeg maar. Ja, misschien dit wel een beetje van ja, Lees. Ja, Pringles en die Lees. En, ja, Pringles en je hebt hier Tex. Dit is gewoon Pringles, maar dan Lees. Ik zie hier chips van Lees ook, maar sushi smaak volgens mij. Nori seaweed. Ik zou zeggen, laten we die gewoon proberen. Het klinkt interessant, waarom niet? Lobster, kreeft chips van Lees ook, Pringles. Wat? Oké, doe maar bij. Dan hebben we gewoon twee soorten chips die we gaan proberen. Moet goed zijn, denk ik. Want voor de rest, ja. En mensen, het is allemaal halal. Hé, dat staat er gewoon op. Ja. Ja, dat is nice. Oké, nu we de twee verschillende chipsmaken hebben uitgekozen, gaan we door naar iets anders. Ik maak meteen een hele andere sprong. We gaan namelijk even een drankje proberen. Wist je dat Thailand... Uit Thailand komt Red Bull. Uit Thailand komt Red Bull. Dat klopt niet. Red Bull komt oorspronkelijk uit Thailand, maar hoor dit, want voordat mensen weer gaan zeggen het komt uit Oostenrijk. Er was ooit een Thaise ondernemer die ging samenwerken met een Oostenrijkse ondernemer en zo is Red Bull tot stand gekomen. En Red Bull is ook super bekend hier in Thailand en dat heb ik nog niet geprobeerd, dus dat moet ik proberen. Oh kijk, die Red Bull, het zijn ook gewoon flesjes ofzo, zie je dat? Ja, dat is toch vet. Ik zal deze denk ik even pakken. Zo, dit lijkt echt op een hoesdrankje. Ja, hoesdrankje. En je moet beseffen, dit kost 12 baht. Dat betekent dat dit ding 31 cent kost voor deze energy van Red Bull. Ik ben echt benieuwd man, dus die gooien we erbij. Nu is het tijd om even te gaan kijken naar de chocoladebars die ze allemaal hebben. Maar je hebt al heel veel standaard dingen die we kennen. Snicker, maar kijk dit. Dit heb je misschien ook wel in Nederland, maar ik heb het persoonlijk niet gezien. We kunnen het proberen. De chocolate Snicker Almond Dark Chocolate. Waarom niet? Hey Richie, wat zeg je nog van de Kit Kat Chunky Cookies and Cream? Waarom niet? En verder zie ik niet echt chocolade die wij niet in Nederland kennen. Ik zeg je eerlijk, ik zal het nog één keer laten zien. Jullie mogen zelf nog even een kijkje nemen of jullie toevallig iets zien. Van Houten, wat zie ik? Dit is volgens mij Nederlands. We hebben wel iets anders gevonden en volgens mij is dit wat Thais, want ik zie Thaise tekens. En deze is ook even kijken. Hallo. Dus we hebben drie verschillende chocolade eraan toegevoegd. En het volgende wat we gaan proberen is inktvis snack. Ik ben benieuwd man, er staat dat het gewoon een originele smaak is. Je hebt hier ook hot en spicy, maar die gaan we niet doen. Deze kost 21 baht. Nu we toch bezig zijn met chocola, iedereen kent het merk Pocky wel. Als je het ziet, je zal waarschijnlijk zeggen ja man, deze kennen we. Maar deze daarentegen, deze gaan we erbij doen. 30 baht. Oké, Richie, we hebben nu een beetje wat snacks gedaan, zeg maar. Maar hier tegenover is het drinken nog. We hebben net natuurlijk een Red Bull gepakt, maar we kunnen andere frisdranken nog aan toevoegen. Ik ken er natuurlijk eentje. Die heb ik vaker gedronken hier. Dat is deze, Mirinda. En ik kan je zeggen, Mirinda is niet van Thaise oorsprong. Maar het is wel echt een drankje dat ik ga halen. Richie, jij kent ook een drankje, hè? Deze ziet er wel interessant uit. Wat staat erop? Green tea.
met honey lemon. Ik zou zeggen, voeg hem toe. En je hebt hier ook allemaal van die drankjes met van One Piece erop. Dit is een karakter van One Piece. Dit is Brook, dat is een anime. En welke smaak is deze drankje? Ook green tea en dan Gen Mai flavor. Ik zou niet weten wat het is. Oké, en hoeveel bad kosten ze? 21 bad. Allebei? Allebei. Toppie. En als je houdt van gezond drinken, dan moet je water hebben. En ik kan je zeggen, de prijzen van water hier is echt goedkoop, man. Wat is het goedkoopste dat we zien? Is dit ook water? Ja, hè? Dat is deze. 6 bad voor water. 6 bad. Jullie zien de prijs nu in euro's? Dat is echt niks voor een fles water. Terwijl je in Nederland tegenwoordig statiegeld betaalt plus al wat voor een flesje water. En Richie had net gelijk over het uitladen. Besef hoe ze het allemaal uitladen hier zo. Gewoon in een pad. Al die dozen leggen ze hier neer. En dan moet het meteen gevuld worden. En we zijn toevallig ook meteen bij de noedels aangekomen. Ze hebben zoveel verschillende soorten. Deze ken je bijvoorbeeld van al die snoepwinkels die er tegenwoordig verkopen. Dus dat is wel gek om te zien dat dat gewoon in een normale 7-Eleven wordt verkocht. Maar wij hebben vandaag geen zin in noedels. Dus we laten voor wat het is. En de 7-Eleven store staat ook bekend om de vele beauty producten. Check dit. Je hebt hier gewoon zoveel. Dit is niet normaal. Genoeg. Maar daar heb ik persoonlijk niks van nodig. We zijn aangekomen bij het gedroogd fruit. Dit is 200 baht, maar dan krijg je ook superveel gedroogde mango's. Je hebt hier ook allemaal andere soorten. En natuurlijk moet ik deze even halen. Het is een chocolade drankje. Deze kost 12,50 baht. Ik ben benieuwd of deze lekker is. En dan kunnen we het belangrijkste van de 7-Eleven niet vergeten. Namelijk de tosties en burgers die ze hier ter plekke maken voor je. Dus je kan gewoon een tostie of een burger kiezen. En die maken ze voor je en kan je meteen eten. Maar dit is de meest bekende, de cheese sandwich. Hier heb ik gewoon echt zin in. Deze kost 38 baht, dus die doen we erbij. En iemand anders zou deze bijvoorbeeld veel lekkerder vinden. Dat is de hamkaas tosti. En die is zelfs goedkoper, die is 29 baht. En dan heb je zelfs nog meer, je hebt zelfs burgers. Dit is gewoon letterlijk een soortige filet of fish. Dus hier heb ik eigenlijk ook wel zin in. Maar welke zal ik halen dan eigenlijk? Ik ga deze filet of fish proberen, 42 baht. Maar dit is wel met garnaal. En hier heb je zelfs allemaal gerechten die je kan gewoon pakken en dan verwarmen zij het voor je op. Maar hier hebben we even geen zin in om eerlijk te zijn. En we gaan deze er nog bij doen. 36 baht vanille roll cake moet lekker zijn, toch? En dan gaan we nu afrekenen. En je moet beseffen, kijk dit. Die tosties worden daar ter plekke gemaakt zoals je ziet. We zijn de 7-Eleven uit. 2 grote tassen vol. We gaan even snel lopen richting een plek waar het wat rustiger is, zodat we het even kunnen reviewen. Nou, we zijn aangekomen in het hotel. En kijk eens, het zwembad is daarachter. Nou, we hebben de tosti in ieder geval. De tosti kaas ziet er echt lekker uit. En ik zeg je eerlijk, hij ruikt ook echt lekker. Ik heb hem een paar keer al hier in Thailand op. Hij is echt lekker. Richie, pak even eentje. Dit is de perfecte snack, zeg maar. Als je trek hebt, maar snel weg moet. Of, ik weet niet, man. Hij is anders dan de tosti's in Nederland en dat maakt hem perfect. Nou ja, dan gaan we door naar de volgende burger, een garnaalburger. Hij ziet er gewoon goed uit. Wel een beetje nat, maar dat komt omdat hij warm is. Ik ga hem eten. Ja. Lekker? Ook een goede burger. Gewoon het feit dat je hem niet zelf hoeft te maken. En dat het gewoon zo goedkoop is en zo makkelijk te eten. Jullie waren misschien ook wel geïnteresseerd in... Hey Mo, hoeveel kostte het nou? Hier het bonnetje en het kostte 612 baht. Houd in, 15 euro. 15 euro voor deze hele zak vol. En dat eten wat we net op hebben gegeten. En daar ben ik heel blij mee. En je moet niet vergeten, 612 baht, waarvan 200 baht deze mango's waren. Hè? Dus dat was veel goedkoper eigenlijk. Ah, Richie heeft hem open gekregen. De mango's in Thailand zijn niet normaal. Maar ik weet niet of die van de supermarkt lekker is, man. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Hij is lekker? Ja? Zeker. Ben benieuwd. Goeie man, maar ik vind normale mango wel lekkerder. Het feit dat hij gedroogd is, hou ik niet zo van, maar laten we de spicy lobster doen. We hebben gewoon een hete kreeft in chips. Smaakt echt naar kreeft. En hij is echt lekker. Hij is serieus lekker. Deze kan ik echt zo op. Kapot lekker, Richie. We gaan naar de green tea van Brook, van Gen Mai Flavor. Nee. Nee, niet mijn ding. Niet mijn ding. Het is een Japanese brown rice green tea. Brown rice, hè? Ja. Zoiets proefde ik al. Niet mijn ding. Ik ben nu wel echt benieuwd naar die andere, honey lemon. Als deze niet lekker is, hè? Dan weet ik het ook allemaal niet meer. Deze is lekker. Honey lemon, proeft goed, geen rare smaak. Deze ga ik vaker nemen, man. En voor de strijders die Mirinda kennen, een van mijn lievelingsdrankjes. Sinaasappelsap soort van met prik, iets zoeter. Hey, perfect. Yo.
gedaan, bro. En nu ben ik echt benieuwd naar de Red Bull. Iets in mij zegt dat deze Red Bull echt sterk is. Zeg maar dat dit niet de Red Bull is die wij kennen. Zo, het smaakt en ruikt als Red Bull. Maar dit is veel zoeter dan Red Bull. Het is gewoon oh, dat is het! Het is Red Bull zonder prik! Ik vind het wel echt serieus lekker, man. Zal ik dan nu overgaan naar de chocoladebars? Kit Kat cookies en cream. Een zesje. De Snicker Almond Dark Chocolate. Ik ben benieuwd naar deze. Ziet er boemdroog uit, bro. What the fuck? Hij lijkt alsof hij bachao heeft. Zo, boem maar. Nee, man. Die is volgens mij echt niet it. Proef naar een proteïnebar. We hebben nu de Thaise chocola. Deze is lekker. Ja, deze werkt. En dan hebben we de pokkie met bosbessen. Hij heeft haast, die jongen. Niet mijn ding. Het is gewoon een stok met bosbessen smaken. Maar we moeten de sushi chips niet vergeten. Oh, Richie. Deze ruikt lekker. Deze wil ik ook wel proeven. Deze is lekker, jongen. Je ziet het zeven hier ook in de chips. Is zeg maar die groene bolognese, maar dan toch iets anders. Chips is hier echt lekker, man. Hij werkt. Hij werkt. Ik hoor je. Ja, hij werkt bij de 7-Eleven. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Vanille roll cake. Lekker. Lekker. Oké, dan hebben we nog de inktvis seafood snack. Nee man, dit ga ik niet eten. Richie, wil jij het eten? Zo, ik wil echt naar vis. Broer, als je dit gaat eten, moet je echt een dag niet tegen iemand praten. Maar je eet gewoon die inktvis. Ja, ik rook het net ook. Nee, niet ons ding, man. En het laatste is een chocoladedrankje. Nee, dat is niet waar. Je hebt nog een flesje water. Ik vond het wel leuk. Dit is gewoon echt lekker. Kijk, salamander. Wow. Kijk daarboven, edit er zoom in. Daar ook nog één. Ja, dit is gekhuis hier in Thailand. Nee, mensen, ik ben echt verbaasd over hoe lekker sommige dingen waren. Bijvoorbeeld deze chips, de Spicy Crave. De sushi chips vond ik ook lekker. De gedroogde mango's waren natuurlijk lekker. De honey lemon green tea was lekker. Op zich vond ik de cake ook wel lekker. Mirinda was lekker. En natuurlijk niet te vergeten, de Tosti's Hero, die je gewoon in de 7-Elevens kan eten. En dat was hem dan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Heb jij genoten, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie dan bij een volgende video. En vergeet me niet toe te voegen op Snapchat. Chatmo staat hier beneden voor mijn hele Thailand avontuur. Ik zie jullie. Ciao, ciao.